Heer, vergeef deze lafaards, ze weten niet wat ze doen. Jan Berende is boos. Hij onderhoudt al jaren het Jezusbeeld dat voor zijn boerderij staat. Maar nu is de rechterarm ervan afgeslagen. Het hoofd was een maand geleden al van het beeld gehakt. Kijk, en hier ligt het. Wat is dit? Dit is het hoofd van het beeld. Dat heeft u nog? Die heb ik nog in mijn bezit, ja. Maar de rechterarm is nog spoorloos. Wie het beeld gesloopt heeft en waarom, weet Berende niet. 20 jaar geleden gebeurde het ook. Toen heb ik er ook een plaat bijgezet met dezelfde tekst erop. En een week na eraan, toen hadden ze het hoofd, hadden het ook een beetje tot inkeer gekomen. En toen hadden ze het hoofd weer teruggelegd. En toen konden we het restaureren. Is dit nog te maken dan? Dat zou te maken zijn, ja. Maar er moet nog een arm bij dus? Er moet nog een arm bij, ja. Hier is ook een arm af en... Maar één arm, die zijn we kwijt. Berende hoopt dat de dader de arm teruglegt of in ieder geval laat weten waar hij ligt. Want zonder die arm kan het beeld niet gerestaureerd worden. Het is dus hopen dat iemand tot inkeer komt. Maar de boosheid, die blijft. Ja, daar ben ik boos over, ja. Als ze niks anders kunnen doen dan zo'n beeld waar wij veel respect voor hebben. En dat we altijd goed onderhouden. Als ze dat kapot moeten slaan, dan... Daar kan ik niet veel moois over vertellen, dat geloof ik niet.